Mijn naam is Gijs Peters. Welkom bij Zomervisite. Welkom bij Zomervisite. Vandaag zijn we te gast bij Roemer Daalderop. Ja. Roemer, je hebt ons meegenomen hier naar Wijk Beduursteden. Daar zit een heel verhaal aan vast. Daar gaan we het straks even over hebben. Roemer, nazaat van de grote familie Daalderop. Ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, dat is ook prima. Een groot metaalbewerkingsbedrijf in Tiel. Ja. De hoogtepunt bijna 1000 werknemers. Ja. Heb je daar nog steeds voordeel van die naam? Nou, voordeel. Als ik dan in het land ergens werk en ik stel mezelf voor, dan vragen veel mensen wel, ben je van de potten en de pannen fabriek? Of is dat van de Daalderop uit Tiel? En dan moet ik toch altijd zeggen, ja, dat is zo. Mm-hmm. Want daar word je dan inderdaad in geboren. Maar voordeel, nee. Ik moet zeggen, 10, 15 jaar geleden misschien nog iets meer in het lokale gebeuren. Dat ook een heleboel lokale ondernemers wel gemakkelijk met jou in gesprek gingen. Maar uiteindelijk, ach, de tijden veranderen. De naam blijft en ik heb mezelf ook steeds meer. Ik moet het van mezelf hebben. Ja. Steeds meer. Niet meer van de naam Daalderop. Uiteindelijk moet het merk Roemer worden. Bij wijze van spreken Roemer Daalderop. En dat mensen weten, oh ja, dat is Roemer. Die weer iets bedacht heeft of bedenkt dat we hier in Wijk Beduursteden moeten zitten. En niet zozeer de Daalderop aan zich. Je wil een eigen stempel drukken, zeg maar, met de naam. Ja, maar dat is toch meer Roemer die dat wil. Komt er ook de naam vandaan van je bedrijf, Daalderopkomst, met die gedachte? Ja, die gedachte van ik wilde iets met mij als persoon doen, want het is natuurlijk de acteur die zichzelf profileert. Daalderop en de opkomst van een acteur. En die twee dingen heb ik samengevoegd. En veel mensen die denken nou weer, ja, dat zijn Daalders opkomst, Rijksdaalders. Maar nee, het is Roemer Daalderop opkomst, de opkomst van een acteur. Geen naam in een dubbele bodem. Dus nee. Dat heeft echt met dat vak te maken. En dat vak is wel heel erg veranderd, moet ik zeggen. Mm-hmm. Want ik was begonnen als het idee, ik ben acteur ter lering en vermaak. Met name ter vermaak, hè, dus in spotjes en gastrollen en op televisie en in een bedrijfsfilm. En dan heb je het ambacht van acteren voor de camera, zoals nu ook bijvoorbeeld, of op toneel. Maar gaandeweg is mijn carrière steeds meer aan het veranderen. Ik ben steeds meer bezig met het ontwikkelen van andere mensen. En dat doe je in opleidingen. En dan ben je steeds meer als trainingsacteur aan het werk. En mijn laatste stap die ik nu aan het maken ben, is als trainer. Dus ik ben zowel voor coaching en trainen als het acteren in trainingen inzetbaar. Ja. Nou. Dus niks technisch meer eigenlijk? Dus niet meer dat oude ambacht van emoties oproepen en herhalen, tekst uit je kop leren. Want ik merk ook, dat was best wel stressig in het begin van mijn carrière. Dan moest je auditie doen en daar heb ik me best wel zwaar op ingezet iedere keer. Want dan ga je denken, ja, ik moet die rol hebben, ik wil die rol hebben. En dan maak je tijdens audities zulke spannende spanningsmomenten mee. Dat je denkt, joh, is dat nog wel leuk? En nu ben ik veel meer bezig met echt leuk werk door andere mensen te helpen in hun ontwikkeling. Ja. Dat je, tenminste, ik heb je wel eens horen zeggen dat je met je familienaam eigenlijk op een andere manier weer iets voor Tiel wil betekenen. Hè? Jouw grootouders, zeg maar, die waren belangrijk voor het industriële tijdperk. Ja. En jij. Ja. Maar je hebt wel die ambitie. Ja, dat zit misschien toch iets een beetje voor de stad. Het zit toch een beetje bij ons in de familie. Kijk, mijn vader was dan misschien als raadslid en als wethouder kon hij wat betekenen voor de stad. Alhoewel hij dat echt heel bestuurlijk en misschien wat afstandelijk heeft gedaan. Maar als je kijkt naar mijn moeder, dan daar zit wat meer vuur en felheid in. En het was op een gegeven moment de luis in de pels in de politiek. Mm-hmm. Waar ik nooit last van gehad heb. En nu denk ik, nou, die heeft dat toch mooi gedaan. Die heeft mooie dingen, markeerpunten gecreëerd in de stad. Maar luis in de pels, dat klinkt niet, dat klinkt een beetje negatief. Ja, dat klinkt negatief, maar ik vond, zij was altijd wel op zoek naar de verbinding. En ze was altijd op zoek naar het gesprek. Natuurlijk heel duidelijk maken van, jongens, dit kan niet, dit moet niet, dit mag niet. En dan toch kijken of ze mensen voor zich kon winnen.
En ja, bij sommige projecten is dat heel goed gelukt. Want ze lag vaak voor de deur eigenlijk bij... Nou, ze lag letterlijk in de Ambmanstuin. Ik weet niet of je dat nog weet. Dat is wel een hele heftige overgang. Je zou kunnen behouden daardoor. De Ambmanstuin in Tiel, daar lag zij opgebaard. En dat was ook een heel mooi symbool. En dan kun je wel zeggen, ja, ze lag voor de deur. We lachen er nou om, maar ergens had ik daar toen toch kippenvel van dat dat mocht. Want het was toch een gebiedje in Tiel, wat anders in de jaren 70, 80 verloren zou gegaan zijn aan blik, aan parkeerplaatsen. En nu wordt het erkend als een hele mooie tuin, als een soort groene long van Tiel. Een stadsparkje, ja, en daar ben ik wel trots op dat ze dat toch toen voor elkaar heeft gekregen. Je gebruikt het woord trots. Ja. Jij zit ook in de denktankgroep Trots op Tiel. Ja. Is dat ook iets waar je echt in bent gaan zitten om een bijdrage aan de stad te gaan leveren? Ja, ik denk dat... Je wordt gevraagd en ik kan straks ook weer een heleboel mensen gaan vragen van... Goh, heb je leuke ideeën? Kom er eens over meedenken. Want daar begint het mee. Als je iets wil realiseren, dan begint het volgens mij met het uitspreken van ideeën. Of je dromen, of je wensen, of zelfs je klachten. Maar goed... Als je komt met klachten en ideeën van, nou, dit vind ik maar niks, dan ga ik absoluut doorvragen. Van, joh, dat vind je dan niks, maar wat zou je dan wel wat vinden? Trots op Tiel, wat speelt er op dit moment dan om trots op te zijn? Waar zijn jullie op dit moment mee bezig dan, in die denkgroep? Wij zijn eigenlijk op dit moment bezig om het wakker te maken bij alle bewoners van Tiel. Wakker maken, het gevoel dat je wel degelijk iets kan betekenen. Dat je wel degelijk naar een groep enthousiaste ambassadeurs kan stappen die jou verder helpen om jouw idee verder te ontwikkelen. Want we hebben zelf nu niet concreet een plan van nou dit moeten we gaan aanpakken, maar we moeten nu het platform bekend gaan maken. Dus er is een logo. Met de bekendheid. Juist, zeg maar. Dat is ook vooral wat we... Dus het moet nog vorm krijgen. Ja. Het is nog niet echt operationeel. Burgemeester Beenhakker die heeft op een gegeven moment gedacht, goh, hoe willen we dat idee van hoe kunnen we burgers nog meer betrekken? Hoe kunnen we dat idee vormgeven? En daar zijn die ambassadeurs omheen verzameld. Maar nu, en dat is zo mooi, gaat het steeds meer zijn eigen leven leiden. Het wordt nu echt een groepje met een logo, met een gezicht. Daar zitten natuurlijk een aantal voortrekkers in. En er zijn nu wel wat plannen... die zo in de maak zijn. En daar wordt als jam, de metafoor jam maken hebben we daarvoor. Dus daar wordt nu jam gekookt. En straks, dan komt er straks een mooie pot jam uit. En dat is een project wat geslaagd is. Of een mooie boiler, hè? Of een, daalder op termen. Of een mooie boiler. Dan is het mooi heet gestookt. Maar uiteindelijk gaat het erom dat die pot jam opengemaakt wordt. En dat we met z'n allen kunnen zeggen, joh, dit is een project. Dat hebben we gerealiseerd. Dat is goed geworden. En dat gaan we nu lekker vieren. Maar goed, de denktank die krijgt vorm. Ja. Daar gaan we dan nog van alles wel van horen. En dan zullen we hier op Stads-TV best nog een keer op terugkomen. Ja. Maar als zelfstandig persoon heb je ook al druk gemaakt met de nieuwe kreet van Tiel, Fruitstad aan de Waal. Ja. Ja. Daar heb je toch wel een aardige vinger bij in de pap gehad. Daarom zitten we hier ook in de haven, bij wijze van spreken. Want water en boten, dat blijft mij toch trekken. En Tiel is een stad aan de Waal. En op een bepaald moment, omdat ik als voorzitter van Stichting Tiel Maritiem natuurlijk heel veel meedenk over hoe kunnen we nou die haven weer meer beleving geven, kwam ik ook op dat spoor samen met een ander bestuurslid, Geert-Jan van der Sangen, die ook aan de Waal met zijn bedrijf zit, onder andere, van jongens, wat moeten we met die Waal in de slogan? Want het zou eerst worden Fruitstad van Flipje. En toen dacht ik, ja, dat is toch een beetje dubbelop. We moeten iets met die Waal doen. En dan komt een beetje misschien mijn moeders idee naar voren. Van dat moeten we dus ook duidelijk maken aan iedereen. Dus dat ben ik dan maar gaan doen. Dus ik heb een brief geschreven en iets voorgelezen in de raad. En heb natuurlijk wat gesprekjes met wethouders of met ambtenaren of met mensen van de stadspromotie. Van jongens, ga dat blik nou eens verleggen. Niet alleen maar naar het fruit, naar de Betuwe. Dat weten we wel dat we daar vandaan komen. Dat is Flipje al. Maar doe wat met die Waal, met die rivier. Want dat is zo'n ondergewaardeerd stuk potentie. Waarvan ik iedere keer weer blijf, en dat zal ik blijven doen. Blijf daar roepen, heb je ook al meerdere brieven over geschreven, hè? Over die Waal. Ja, want aanzicht. Ja. Natuurlijk ligt er al 30 jaar lang plannen en dan wordt het maar weer niet gerealiseerd. En nu ben ik heel blij dat we in Tiel zoiets gaan krijgen als wat hier dan is, in wijkbeduursteden. Ja, want toen we je uitnodigden voor de zomervisite, ja.
Nou, de meesten zeggen allemaal gelijk ja. Maar jij zei, ja, ik wil het wel doen. Maar ja. Dan wil ik wel dat we het in wijkbeduursteden gaan opnemen. Ja, ja. Want daar kan ik laten zien wat ik eigenlijk bedoel met zoals ik de haven van Tiel eigenlijk zou willen laten uitzien. Hè? Ja, dat klopt. Dit is Tiel, maar dan 10 jaar vooruit. Je moet je voorstellen, wijkbeduursteden had vroeger hier ook een grindopslag, overslagbedrijfje hier aan deze plek waar wij nu zitten. Was ook zo'n troep? Toen ook zo'n troep. Dat hebben ze ook met een gelijkvloerse kade hersteld. Nou, daar ben ik heel blij mee dat ze dat in Tiel dus nu ook gaan doen. In Tiel krijgen we dus ook dat platte stuk en niet meer die gekke bobbels erin en die verhogingen. En daardoor krijg je dus één grote vlakte. En kijk maar om je heen, er zitten allemaal mensen lekker op een bankje bij het water. Want dat water trekt. Ja, want je schetst voordat we begonnen met de opname een beeld. Ja. Want dat we dan eigenlijk achter mij dus Dijkhuizen zouden moeten zien. Ja, hè, met nou, het station nu. Je moet je voorstellen, daar staat dat oude huis van Dijkhuizen. Maar dat is dan over 10 jaar iets nieuws. En ik zie daar parasolletjes, ik zie daar horeca. En daar kun je dan heerlijk in de hoek zitten. En je kijkt uit op de haven. En je kijkt uit hier. Hey, kijk, er komt weer een boot binnen. Nou, ja. Dan denk je, hey, er is altijd wat te doen. Even en dan kijk je zo uit. Even zwaaien. Ja, natuurlijk, tuurlijk. En dan kijk je dus van daaruit, vanuit die horeca, zo lekker die kade over naar de rivier. Want dat is het beeld wat ik iedere keer heb met die haven. Er is altijd wat te doen. En nou ligt daar dus een hele mooie oude schip. Een oude schuit, wou ik zeggen. En dat is een beetje het beeld van de museumhaven. Van oude schepen, goed, ik, woonboten. Ja, ik ga een hele eind met je mee. Ja. Maar we zitten hier natuurlijk wel aan een iets andere rivier dan de Waal. Ja. De Waal ja. is natuurlijk toch wel een beetje de A2 ja. van, dat klopt. Van het water. Dat klopt. En ja, die zeilboot, ja, die gaat op de Waal niet binnenkomen. Die gaat mogelijk op de Waal niet. Nou, dan moet hij zijn mastje even naar beneden. Ja. Maar weet je, het leuke van Tiel is, er komen meer dan 1000 passanten in de jachthaven van Tiel op jaarbasis. Dat zijn er dus 3 boten per dag. 2, 3 boten per dag. Dat had ik niet verwacht. Had je niet verwacht. Dat weten wij ook niet, maar het is wel zo. Dat komt omdat Tiel als een soort knooppunt ligt. Het is niet een plek van waaruit je gaat recreëren. Het is vooral voor veel schippers een plek waar je een nachtje blijft overnachten. Op je reis door naar bijvoorbeeld de IJssel. Of door naar Maasbommel en het gebied Andrieskanaal. Of juist door naar het gebied Eiland van Maurik. En daardoor ligt de Tiel zo strategisch voor pleziervaart. Dat weten veel mensen niet, of dat zijn ze zich niet van bewust. En dan is het zo leuk. Het is leuk. Een belangrijk verbindingsstuk. Absoluut, stuk, absoluut. Ja. En die jachthaven, ja, die doet het goed. Die heeft een hele goede stijgers. Die club is prima ontwikkeld. En die havenmeesters, die hebben iedere dag gewoon volop werk te doen. Ja. Maar de eerste plannen die hebben dus nu vorm, hè, van Tiel gekregen in de haven. Ja. Dus die waalkade ontwikkeling. We hebben daar op Stadsverbeen al een keer die animatie van uitgezonden. Maar eerst gaan ze nou de trappen maken aan de dijk. Ja. En dat moet dan toch ook even kwijt. Ja. Daarna gaan ze pas beginnen met die waalkade. Die voor de eventuele evacuatie van Appelpop. Juist. En dan gaan ze mee beginnen, direct naar Appelpop. Nou vraag ik me alleen af, volgend jaar, welk evenement nou eerder komt. Het evenement Tiel Maritiem of het evenement Appelpop? Ja, ik weet het wel. Ja, ik eigenlijk ook. Maar dat is meer een kijkersvraag misschien. En dan kunnen we daar iets mee gaan doen. Het is weer een ijssalon cadeaubon. Want als je nou die planning andersom doet, dan gaan we eerst gewoon die kadermuur maken. Steek daar nou op in, zodat je voor Pinksteren 2018 met het lustrum van Tiel Maritiem een compleet nieuwe waalkade hebt, hè, die muur. Ja. En dan heb je daarna nog 2, 3 maanden tijd om die trappen te gaan doen. Ja, het is maar even een suggestie. Ja, nee, het is natuurlijk onzin om te beginnen met die trappen terwijl je die als laatste pas nodig hebt. Kijk. Maar, oké, dat is dan een manier van... Je bent in ieder geval even kwijt. Hoe beginnen we? Ja. Ja, dat is goed dat je dat ook zegt. Ja. Maar de plannen die al een beetje vorm hebben, hè, van die welke, is dat ook een beetje jouw gedachtegoed? Zit dat erin? Ja, het zit erin. De grondprincipes, de ideeën die ik heb van de Waalkade in Tiel moet meer een verblijfplek zijn. Waar je heerlijk kan zitten, kan wandelen, een beetje kan flaneren. En waar minder auto's te vinden zijn. Wat nu zijn er toch nog een 200 auto's ingetekend. Ja. Ik vind dat veel. Ik ook.
Maar goed, het zal het uitwijzen of we die nog nodig hebben. Ja. Oké, daar ga ik dan in mee. Meer kan ik ook niet doen. Maar ik heb vanaf het begin, blijf ik zeggen, jongens, maak die kabaalkade zo luw mogelijk wat betreft auto's. En ga daarna zo snel mogelijk kijken, wat is de realiteit? En gaan we dat dan terugschalen? Want je bent ook nog, je noemde het net al even, nog voorzitter van dat evenement, Tiel Maritiem. Ja, ja. Dat was dit jaar de vierde keer. Vierde editie. De koninklijke editie hadden we dit jaar. En volgend jaar maken we ons op voor een eerste lustrum. Ik ben ook nog een paar keer geweest, maar absoluut. Het was hartstikke druk. Jij was van de partij, hè? Ja. Ja. Goed feestje, Gijs. Ik mocht nog wat doen ook. Ja. Jazeker. Ja. 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 Dus, en dat gaat zeker volgend jaar weer door? Ja, kijk, wij hebben nu eenmaal als stichting ingezet. Pinksteren, dan ga je naar de haven. Met Pinksteren ga je naar de Waal. Van oudsher. Dan ga je bootjes kijken, bootjes varen en misschien wel een bootje kopen. En dat gaan we komend jaar absoluut weer doorzetten. Het is alleen een uitdaging om met jouw renovatie van de Waalkade precies uit te komen. Dat we dat gewoon als een fantastisch mooi strak evenement kunnen neerzetten. Daar heb je geen toezegging nog? Nee. Dat is natuurlijk altijd. Ja, maar zo gaat dat met leven en wonen aan de rivier. Die rivier is constant in beweging. Dus daar zul je altijd even op moeten aanpassen. We blijven wel goed in contact hoor met de gemeente. En we hebben ook als Tiel Maritiem ideeën aangeleverd voor jongens, hoe kun je de Waalkade zo praktisch mogelijk maken als je kijkt en denkt aan de watersporters. Want dat is ook weer zoiets, men denkt vaak vanuit de stad, maar ga ook eens vanuit het water Tiel binnenkomen in die haven en ga dan kijken wat je ziet. Maar is er nog wat aan te passen aan die plannen, denk jij, zoals ze er nu liggen? Want ik heb zelf het gevoel dat dit er gewoon nu doorheen gedaan wordt. Nou, wat er nu is, dat is er. En dat is in ieder geval dat we de kade op één niveau hebben. Dat is al wel een aanpassing die we hebben bewerkstelligd door meteen te reageren toen er nog drie niveaus in het allereerste ontwerp zaten. Dus dat vind ik al een winst. Natuurlijk komt er dan straks die ontwikkeling van de horeca, de ontwikkeling van het tweede gebied. Zeg maar waar Appelpop plaatsvindt. Als je hier even om je heen kijkt, dan zie je ineens hier heel veel gras met een paar bomen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk weer een gevecht met Rijkswaterstaat, want die zeggen ja, we moeten die rivier ruimte geven, mogen daar wel bomen. Maar ik denk dat een paar bomen of iets met bakken, of daar moet je op een gegeven moment creatief in worden. Dan kun je ook weer van zo'n uiterst stuk aan de rivier, van die Waalkade, een prachtig verblijfplekje maken. Daar moeten we wel naartoe. Ja, precies. Wat zou jij dus nu nog echt, van de plannen zoals je ze nu gezien hebt, willen toevoegen? Dus vooral de horeca dan? De horeca. Ik denk, we maken straks horeca in de hoek bij Dijkhuizen. Dat zou ideaal zijn. Dat zou dan een permanente plek moeten worden. Maar ik vind ook dat je op de kop van de haven, of van de Waalkade, daar moet iets met foodtrucks komen. Daar moet gewoon op goed weer, moet je gewoon lekker die kant op kunnen. En lekker aan het einde van de haven, daar lekker met je uitstallingtje zitten. Nou is dat cafetaria daar ook wel goed mee bezig. Die hebben nu ook een nieuwe eigenaren, dus die zijn ook wel bezig met hoe kunnen we dat meer uitbuiten. Gezien, ja. Opgeknapt. Ja, ziet er, en daarnaast. Het heeft er eigenlijk nog nooit zo goed uitgezien. Hm? Nee, maar nu ziet het er fantastisch ziet het leuk er goed uit. Ja. En daarnaast zou ik zeggen, joh, ga nou eens met de lokale zandboeren, en die kennen we heel goed vanuit Tiel Maritiem, ga daar nou eens mee in gesprek. En laat die nou eens even wat zand opspuiten en maken we tussen die twee kribben daar, bij dat veerhuis, het stadstrand. Nou, hoe briljant kun je zijn? Het kost geen drol, zand tegenwoordig, want ze moeten het toch ergens weghalen. Nou, zwemmen in de rivier niet zo populair meer natuurlijk, na al die... Wat? Nou, er zijn er nogal wat verdronken het afgelopen jaar. Ja, dat klopt, maar daar zitten hele grote kribben en ook daar kun je weer een voorziening voor treffen. Je kunt daar gewoon ook lijnen spannen of een net neerhangen, dat je kan zeggen, joh, je kunt maar 3-4 meter de Waal in. Het is meer een idee van dat mensen lekker aan het strand in Tiel, aan de Waal, aan de rivier zitten. Want wij gaan allemaal, zo deden we dat vroeger ook, naar de overkant. Ja, ja. Die is mooier. Die is mooier, ja. En daar gingen we echt niet de rivier in, maar dan zaten we gewoon poedelen. Ja. Nou, ik denk dat dat heel goed is, dat je daar dat stadsstrand positioneert. Ja. Dan heb je een cafetaria en je hebt Bellevue. Horeca binnen handbereik. Ja, jongens. Roemer.
Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Mooi. We gaan het afronden. Ja, ja. We zijn ook een tijd... Zijn we alweer er doorheen? We zijn alweer... Ja. Laten we dan maar... Ja, we hadden beter wat anders mee kunnen nemen. Ja, een schipperbitter. Een waalbitter. Een waalbitter. Op het nieuwe aanzicht... Ik vind wel. Ja. Van de Tielse jachthaven. En bedankt voor je verhaal. Goed, graag gedaan. Oké. Okay.